Welkom bij deze zonnige 27 december, de dag na kerst. Ik vind het normaal altijd een beetje een depressieve dag, omdat het gewoon jammer is dat kerst voorbij is. Maar goed, de boom mag natuurlijk tot eind december blijven, omdat we ook nog oud en nieuw hebben. Dus het is nog feestelijk en we hebben het schandalig lang uitgeslapen. Echt heel lang. Ik was op een gegeven moment ook wakker, heb ik gewoon in bed gelegen, filmpjes gekeken. Het is gewoon 1 uur nu. Echt heel erg. En ik ga even de oven voorverwarmen en koffie voor ons zetten. Kunnen we zo nog lekker ontbijten, want we hebben heel veel lekkere dingen over van gisteren. Ik moet trouwens eerst nog even de vlog bewerken, want die is dus te laat gekomen helaas. Maar we kwamen zo laat terug van het kerstvieren en ik dacht, als ik nu nog ga bewerken en ik wil hem op tijd online hebben, moet ik hem ook uploaden. En dan ben ik gewoon om 4 uur 's nachts nog bezig. En dat zag ik niet echt zitten. Hey liefje, heb je een leuke kerst gehad? Ja? Mooi. En dit zijn ja, een paar kilo gegroeid allebei. En ja, we blijven gewoon nog vrolijk zo doorgaan. Dat valt wel mee. Ja, het viel wel mee, maar voor je gevoel. Wow, jij bent echt half wit. De zon is zoveel vandaag. Wel lekker, moet ik zeggen. Ik ga zo meteen ook eten, maar ik moet van mezelf eerst mijn video afmaken. Maar we zijn gelukkig al een heel eind. Mooi en stil trouwens op dit moment. Wauw, love it. Marco en ik hebben net de film Zootropolis gekeken. En dat is echt een hele leuke film. Een animatiefilm, echt een aanrader. Echt super leuk. Hebben we ons goed mee vermaakt op deze gevoelsmatige zondag. Het is helemaal geen zondag, maar zo voelt het wel. En ik zag net ook dat mijn video met Sabine online is gekomen. Sabine die heeft een YouTube kanaal, The Rest is Nonsense. En daarop interviewt ze YouTubers. En zij vindt het heel leuk om juist wel diepgaandere interviews met YouTubers te doen. Ook hun beweegredenen achter YouTube, maar ook over hun persoonlijk leven. En ik volgde haar video's al en ik vond het heel interessant om op die manier YouTubers wat beter te leren kennen. En toen heb ik haar laatst ontmoet bij een workshop en toen vroeg ze of ik het ook leuk zou vinden om geïnterviewd te worden. En dat vond ik wel heel spannend en ik had ook zoiets van ja, heb ik wel echt wat bijzonders te melden of zo. Maar het was heel erg leuk, het interview, heel laid back en ze stelde echt leuke vragen. En ik heb net het interview gezien en ik vind hem oprecht echt heel leuk geworden. Dus ik denk, mocht je wat meer over mij te weten willen komen of over andere YouTubers, dat het echt leuk is om op haar kanaal te kijken. Ik zal wel eventjes zo'n klein stukje van het interview laten zien en ik zet een linkje in de beschrijving. Als je wil kan je hem kijken. Lange zit, hij duurt 40 minuten. Maar ja, wie weet, vinden jullie dat wel leuk? Dat is ook een beetje mijn valkuil, denk ik. Dat ik het zo dicht bij mezelf hou. En het heeft goede en slechte kanten, want mensen verwachten dan iets en uiteindelijk doe je het toch niet. Terwijl het is eigenlijk ook wel grappig, want op mijn werk of met school of zo heb ik nooit van die situaties dat ik iets niet afmaak. Mm-hmm. Maar hier dus wel. Ja. Als je het zo zegt, is het inderdaad wel zo, ja. Omdat je het inderdaad zo dicht bij jezelf legt en dat het gewoon je... Dan voel ik het gewoon niet meer of zo en dan lukt het niet, ja. Ik heb mijn mond vol, maar ik moet even snel mijn schoenen aandoen en Marco een stukje met de auto brengen. Want laatst had ik hem opgehaald met de auto natuurlijk. Dus dat waren we alleen allebei even vergeten. En nu kwam hij er net natuurlijk achter dat zijn fiets niet voor de deur staat. Maar die staat nog voor de Albert Heijn, waar ik hem toen had opgehaald. En hij gaat vanavond met vrienden uit. Is er een soort feest, derde kerstdag of zo. En dan gaat hij nu alvast bij naar vrienden toe. En daar gaan ze eten en zo. Dus ik moet hem nu eerst even brengen een stukje. Zo, lekker stylish ga ik de deur uit. Met een joggingbroek. Wel een matchy trui en jas. En een make-uploos gezicht, want waarom zou ik vandaag me opmaken? Alleen als ik er zin in zou hebben, dat doe ik trouwens eigenlijk ook best vaak. Maar daar heb ik vandaag ook geen zin in. Dus gewoon lekker een rustig dagje is ook wel goed voor mijn huid. Ondanks mijn zondaggevoel schoot me net opeens te binnen. Het is dinsdag en op dinsdag ga ik normaal naar Zumba. Dus ik had net eventjes degene met wie ik heel vaak naar Zumba ga geappt. Maar zij gaat even niet meer dit jaar. Want ze heeft gewoon heel druk allemaal afspraken. Ik kan wel. Maar nu denk ik gelijk. Ah, dan moet ik me weer omkleden. Ik wil dan wat make-up op mijn gezicht. Ik kan ook zo gaan. Maar ik vind dat gewoon fijner. Iets van mascara. En daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dus misschien ga ik ook gewoon niet. Terwijl vorige week was het wel heel leuk. En dan na afloop voel ik me ook wel echt voldaan of zo. Maar ik bedenk gewoon, het begint om 7 uur, het is nu 5:10. En ik bedenk zo wel gewoon of ik wel of niet ga. Ik kijk wel even. Ik kan dit ook helemaal niet. Ik gloei natuurlijk weer. Oh mijn god. Ah, spannend. Ik kan dit echt slecht. Oké. Gaan we weer. So, guess what? Het is nu 6 uur. Ik heb nog niet gegeten. En ik blijf gewoon lekker een avondje thuis. Het is wel weer mijn idee om het sporten juist iets meer op te pakken deze vakantie. Maar het is ook, wat ik het belangrijkste vind, is dat ik echt tot rust kom en lekker tot ontspanning kom. En voor sommige momenten hoort sporten daarbij voor mij. Want dan vind ik dat juist heel fijn en heel relaxed. Maar zoals nu, als ik dan eigenlijk liever hier blijf, ga ik mezelf niet forceren, zeg maar. Dat is een beetje wat ik heb afgesproken. Want dan krijg ik, weet je wel, dan laat ik het ook gewoon los. Want anders krijg ik een rotgevoel. Nu kies ik hiervoor en ga ik een lekker serieavondje houden. En heel veel vlogmas terugkijken, wat ik niet heb gezien tijdens de feestdagen. Dus ik ga me kostelijk vermaken. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. En ik ga zo lekker een paprika courgette soepje opwarmen. Dus ik hoef eigenlijk verder ook gewoon de deur niet uit. Hoe lekker. Misschien een beetje saai voor de vlog. Maar ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg even. Ja, we gaan lekker voor paprika courgette soep. Heb ik echt zin in. Wel gewoon uit zo'n zak. Lekker veel zoutjes volgens mij in. Maar goed, het maakt niet uit. Yummy. Het ruikt gelijk zo lekker. Heerlijk. Ik ben nog steeds blij met onze kruidenrekjes hier. Vind ik echt gezellig staan. En ik ga ook eventjes de oven voorverwarmen. Want ik denk dat ik wel iets van broodjes erin doe. Dan kan ik dat er nog lekker bij eten. Zo voorverwarmen. En ik vind het altijd heel lekker om er een beetje kaas overheen te doen. Het past trouwens echt maar net. Het is eigenlijk zo'n zak voor 2 porties. Voor 2 vind ik het eigenlijk te weinig. En voor 1 is het lekker veel. Zo. There we go. Ik weet niet of ik die allemaal ga opeten. Maar ik heb op zich best wel trek. Nu geen thee, maar soep. Uitdaging 2 van vandaag. Ach jongens, als dit de uitdaging en het leven zouden zijn, was het leven zo easy. Dan hoor je mij niet klagen. Oké. Yay, I succeeded. Oh nee, ik heb mijn slof gemold. En die balletjes zijn zo gezellig net. Maar ik zit er altijd mee te spelen. Dus het zat er echt aan te komen. Ik kan ze vast wel weer vastmaken. Maar ik weet nu al dat ik dat toch nooit ga doen. Oké, ik ben eventjes wat dingetjes voor mijn YouTube kanaal aan het bestellen. Ik heb namelijk al een hele tijd een paar dingen op mijn verlanglijstje staan. Onder andere een microfoon, een 50mm lens. Zodat ik nog meer scherpte-diepte heb. En nieuwe geheugenkaartjes. Want mijn geheugenkaartjes, sommige doen het gewoon af en toe opeens niet en dan weer wel. Dus dan kan ik er niet van op aan. En ik heb ze ook allemaal door elkaar gehaald. Dus ik wissel steeds dezelfde geheugenkaartjes van mijn spiegelreflex naar mijn vlogcamera. En daar kunnen ze vaak niet zo goed tegen. Want dan moet je hem steeds weer soort van, hoe noem je dat ook weer, defragmenteren of zo met je camera. En dat is heel irritant. En op een gegeven moment pakt dan bijvoorbeeld een bepaald SD-kaartje niet meer in mijn vlogcamera, maar alleen nog in mijn spiegelreflex of andersom. En ik heb elke keer dat ik er 4 probeer voor ik een goede heb. En dat ben ik gewoon zat. Dus ik heb er nu 2 besteld. En dan wil ik er eentje, de 64 gig, gewoon als spiegelreflex geheugenkaart houden. En de 32 gig als vlogcamera geheugenkaart. En ze niet door elkaar wisselen. Want ik werd er helemaal gek van. Ik heb dus deze microfoon besteld met gelijk een batterij. Nou, 2 goede geheugenkaartjes. Snelle geheugenkaartjes ook. Klas 10. En een 50mm lens met een filter. En de reden waarom ik een filter heb besteld is een beetje raar. Maar mijn standaard lens, daar zit deze filter op. En misschien zie je het ook wel een beetje. Maar misschien ook niet. Maar die zit er een heel klein beetje scheef op. En ik heb het geprobeerd met Marco, maar we krijgen hem met geen mogelijkheid eraf. En dan kun je dus of dat ding eraf laten snijden. Maar dan moet je toch ook een nieuw filter kopen. Dus ik dacht, dan koop ik gewoon een filter speciaal voor die lens alleen. Want ik kan de lens natuurlijk wel van mijn camera halen. En zo'n filter kost niet zo heel veel. En dit was ook nog zo'n combi. Ik ga even met jullie een unboxing doen. Ik heb namelijk voor de zoveelste keer alweer de Beauté et Vogue Box ontvangen. Zo ziet hij eruit. En in deze box zitten vooral beauty spulletjes. Dus vooral verzorging, maar ook wat make-up. En soms ook wat fashion accessoires. Dit keer heeft hij een waarde van €274, lees ik. En je kunt deze box kopen voor €64,95. Wat ik zelf een groot voordeel vind van deze boxen is dat je ze los kunt bestellen. Dus je hoeft geen abonnement af te sluiten. Je zit dus nergens aan vast. En dat er precies bekend is wat erin zit. En dan is het dus geen teleurstelling. Dan kun je gewoon de overweging maken of je de box dat geld waard vindt. En ik ben heel benieuwd wat er dit keer in zit. Ik zie als eerste van John Frieda een shampoo en een conditioner. En dit is van de Frizz Ease lijn. En dat is natuurlijk heel toepasselijk ook voor de winter. Ik gebruik op het moment van John Frieda de blond shampoo. En daar ben ik heel tevreden over. En deze ruikt heel erg lekker. En volgens mij zitten hier ook niet zo heel erg veel agressieve producten in. Ik zie dat er ook nog een deep conditioner van dezelfde lijn in zit. En dat is dus een soort haarmasker. Dan heel fijn van Ardell de Whispies. En dit zijn serieus mijn favoriete nepwimpers. Dan zie ik hier de Nivea Silk Mousse. Een verzorgend doucheschuim. Waardoor je dus gelijk ook een soort van bodylotion onder de douche al aanbrengt. En dan zit erin de Colgate Max White Expert White. Een tandenborstel die er super fancy uitziet. Daarbij zit dan ook een bepaald soort... Oh, een whitening pen. Oh, dat is wel cool. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat ga ik denk ik wel proberen in een van de komende vlogs. Dan zit er horend bij de nepwimpers de wimperlijn van Duo bij. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Dan zit er van Inecto de Coconut Hand and Nail Cream. Volgens mij zit er wel vaker iets van Inecto in de box. En ja, ik heb inmiddels best veel coconut producten. Dus deze ga ik denk ik lekker aan iemand weggeven. Dan zit erin van Greenland Fruit Emotions een body lotion. En volgens mij is dit een soort ja, vegan-achtig product. Met alleen maar natuurlijke producten. Nou, 98% natural origin staat er. Dan zit erin een avocado en oatmeal clay mask. En ik zat net te denken dat ik zo een maskertje ga aanbrengen. Dus of ik ga er een van de Body Shop doen of ik ga deze proberen. Dan zit er van Labello zo'n leuk lipbutterpotje in raspberry. En er zit ook gewoon een klassieke Labello in, dus altijd fijn. En nog meer Labello, wauw. Dan heb ik hier van Decubal reinigingsmelk. Dit is parfumvrij en parabenenvrij, dus voor mensen met gevoelige huid ideaal. Ik heb hier eerder producten van ontvangen en daar heb ik iemand blij mee gemaakt met een heel gevoelige huid. Dan heb ik hier een mascara van Emilian Lashes XXL Volume Extra Black van Bibi. Dat ken ik verder niet, dat merk. Gewoon een heel basic borsteltje. Oké, wat zit er nog meer in? Er zit iets in van Mark Inbane. En het enige wat ik daarvan weet is dat ik daar een zelfbruinings lotion iets van heb. Dit is een facial exfoliator, een gezichtscrub. Zo ziet de verpakking eruit. Echt heel erg tof moet ik zeggen. Die staat wel heel mooi sowieso op je wastafel. Dan zit er van Olay's Regenerist het 3-zone super verstevigerend serum in. Er zit van Serge Vite, als ik het goed zeg, een dry fast topcoat in. Altijd handig een topcoat. Waarom doe ik steeds dit? Ik zag... Hij was net vol mijn geheugenkaart. Zat ik net te bewerken alvast dit stukje. Doe ik de hele tijd zo. Ik weet niet wat het is. Een rare gewoonte. Wegwaardeerd. Dan zit er een notitieboekje in waar goals op staat. En deze is van Josh V. En dan zit er van Girard Cosmetics, wat ik een heel leuk merk vind, zit er een lip liner in. Luna. En het is echt een hele mooie bruin-roodachtige kleur. Er zit ook van Girard Cosmetics een liquid lipstick in. En deze is in de kleur 1995. En eigenlijk is dat ook zo'n bruin-rood-mauve-achtige kleur. Dan zit er van Look X een eyeliner in een donkerpaarse kleur. En that's it voor deze box. Hele leuke producten weer moet ik zeggen. En ik ga nu dit maskertje opdoen. En ik ga jullie laten weten wat ik ervan vond. Oké, we zijn even verhuisd naar de badkamer. Dan gaan we dit kleinmasker aanbrengen. Ik heb geen make-up op, dus mijn huid is gewoon gereinigd. Meestal zijn die kleinmaskers ook wel een beetje muffig. Maar door dat avocado ruikt het eigenlijk wel heel erg lekker. Breng het masker aan op het gezicht en hals. Vermijd contact met de ogen. Laat het drogen en afspoelen met warm water. Ik weet niet, is dit echt nodig? Ik doe het maar. Waarom ook niet? Dus hier is je alien. Oké, even een update. Dit masker, dit droogt echt belachelijk snel. Het is gewoon al bijna helemaal droog. Ik kan alleen mijn lippen nog een beetje soepel bewegen. En voor de rest voelt het allemaal heel raar. Vies misschien van zo dichtbij. Maar zoals je ziet is het masker echt heel erg ingedroogd in mijn poriën. Dus ik ga hem nu afspoelen. En dan ga ik jullie laten weten hoe mijn huid voelt en hoe ik vind dat het eruit ziet. Oké, mijn huid voelt eigenlijk gewoon normaal aan. Ik heb wel het idee dat ik nu wel een crème kan gebruiken. Dus het is niet gelijk ook heel hydraterend vind ik. Maar ik heb wel het idee dat het inderdaad reinigend heeft gewerkt. Dus ik vind dat mijn poriën er wel iets schoner uitzien. Je ziet ze zeker nog zitten, maar je ziet zeg maar niet echt van die zwarte stipjes erin. Dus ik denk dat die misschien wel wat schoner zijn. Dus ik doe nu gewoon een crème op. En dan ga ik gelijk de vlog afsluiten. Want ik zag dat die heel lang was geworden. En ik wil proberen om ze eigenlijk niet langer dan een kwartier te doen. Nou, laat ook even weten wat je daarvan vindt. Wat voor lengte jij fijn vindt. Maar heel erg bedankt weer voor het kijken. Ik vind het echt heel leuk om te doen. Dus ik ben blij dat ik het nog lekker flink wat dagen kan gaan doen. En dan zie ik jullie graag in de vlog van morgen. Doei doei!